Hoi en tof dat je er bent, deze keer vanuit Zuid-Afrika. Dit is Kaapstad, bekend van de Tafelberg. De prachtige stranden. En routes die je kunt rijden met elke 10 minuten een ander landschap. Zometeen het nachtleven in Kaapstad. Stond met tenen. Grote man. Gezellig, hè? Ja, de mensen zijn echt gezellig hier. Zometeen is het nachtleven, maar eerst ga ik het homo-strand aan je laten zien. Clifton, Beach 3. En ze zeggen dat dit de meest liberale stad is van Afrika. We gaan het zien. Ja, eerste barretje. 11 uur 's avonds, dan moeten de kleren uit. Dat is niet echt mijn ding, maar als jij denkt, goh, daar heb ik echt zin in, dan weet je nu waar je moet zijn. Veel plezier. Het leven loopt behoorlijk uiteen hier in Kaapstad en ik heb ook lang moeten nadenken over de punten deze keer. En wat ik ga doen, ik ga de clubs even splitten, omdat de ene club namelijk absoluut niet de andere club is hier. Crewbar, heel commercieel, DJ matig, hij draait een nummer soms al 10 minuten. En de jongens achter de bar, ja prachtig als je het mij vraagt, maar zo traag. Echt traag. Goed, de punten voor Crewbar. Mannen een 6,9, muziek een 6 en de drankjes met een dubbel shot zeker een 7,5. En dan 021. Ja, mijn favoriet. Zo authentiek, mensen komen daar gewoon om een feestje te bouwen en zo hoort het en dat moet gewaardeerd worden. Mannen een 8,1, muziek een 8 en de drankjes ook met een dubbel shot een 7,5. Heb je iets gehad in het reisverslag? Geef dan een duimpje omhoog. Sympathiek. En wil je niks missen, bijvoorbeeld van Kaapstad? Klik dan op een link die je nu in beeld ziet. Of abonneer je op mijn YouTube-kanaal en dat is helemaal gratis. Tot ziens. Ciao. Hasta luego.